Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag maandag en vandaag ga ik samen met Anouk naar Disneyland Parijs. Ik heb er echt mega veel zin in. Ik ben al helemaal klaar. Het is nu 7:30. Ik was 6:30 wakker. We stonden 6:15 op. Ik heb me opgemaakt. Ik heb mijn haar gekruld. Ik ben helemaal in het zwart. Deze schoenen heb ik niet aan. Ik ga mijn Dr. Martens aandoen. Want dat zijn wel de schoenen waar ik de laatste tijd het meest op heb gelopen. Dus waarvan ik denk dat ik daar het beste ook de hele dag op kan lopen. Ik ben nog wel een beetje moe. Maar we gaan heenreizen. Gaan we met de trein terugreizen. Gaan we met het vliegtuig. Dus ik kan sowieso slapen zometeen. Dus dat is wel fijn. We gaan wel op tijd weg. Want we willen op tijd in Amsterdam zijn. Minimaal 1/2 uur van tevoren voor het geval dat we de trein missen. Dus dat wil ik helemaal niet dat dat gaat gebeuren. Ik ga nu mijn schoenen aantrekken, mijn laatste spulletjes inpakken en dan gaan we naar het station toe lopen. Meeten we op Schiphol waarschijnlijk nog meer bloggers. Ik hoorde dat Beauty Lab en zo ook meeging. En ja, super gezellig. Ik ben heel erg benieuwd welke bloggers en YouTubers er nog meer meegaan. Het wordt sowieso super gezellig. Ik kom heel slecht uit mijn woorden deze ochtend. Het is echt veel te vroeg. 6:30 zijn gewoon onmenselijke tijden om op te staan, maar het is allemaal wel gelukt. Ik mis koken wel heel erg. Ik mis gewoon het feit dat ik nu de deur uit moet om heel even met hart te gaan wandelen. Ik mis gewoon het feit dat ik iemand hoor trippelen door de kamer. Ik kom wel goed nog heel even wachten. Voor je het weet is Pip er al. Oké, goed. Ik ga me even bij elkaar rapen en de laatste dingen doen. En dan op naar het station. Zo, wij zijn inmiddels op Schiphol. En Anouk heeft haar stelhaar en ik krullen en jij rooie lippen en ik roze. We moeten zometeen, onze trein staat nog niet op het bord. Dus we weten nog niet op welk spoor we moeten zijn. Alleen dat we in rijtuig 12 zitten en stoel 71 en 74. Om 9:33 gaat hij en we waren al 9:10 waren we hier. En het is nu 9:07. Dus ja, hopelijk staat hij er zo op. Gewoon het idee dat je over een paar uur gewoon in Disney bent. Hoe bizar. En we krijgen ontbijt in de trein. En daar ben ik wel erg benieuwd naar. Want we waren al eenmaal deals aan het maken van... Anouk, houdt hij van croissantjes? Oh, dan krijg ik het croissantje, krijg van mijn broodje. Maar we weten helemaal niet wat we krijgen in die trein überhaupt. Maar ja, ik ben benieuwd. We zullen het allemaal wel zien. Heel even kijken en wachten tot we weten überhaupt waar we heen moeten. Zo, wij zitten inmiddels al even in de trein. We zijn nu al in Brussel. Ik heb heel veel lekker geslapen. Volgens mij is dit de laatste tussenstop en nu rijden we door naar Parijs. Ik ga nu gewoon lekker doorslapen. Net zaten hier de hele kinderen echt fucking hard te praten. En ze luisterden gewoon niet. Die ouders hebben echt 15 keer gezegd van joh, doe eens even stil en doe eens even rustig. En... Maar die zijn net uitgestapt, dus nu kan ik eindelijk lekker slapen. En dan gaan we lekker naar Disney. Yay! Ik heb verder nog niet echt andere YouTubers of bloggers gezien. Maar dat zullen we wel zien bij het uitstappen, want we zijn natuurlijk wel gewoon met een groep. We hebben er al een beetje ontbeten, croissantjes. En wat water en wat sap. Dan ga ik gewoon lekker slapen. Oh, ik heb het al zo koud geslapen, dus ik heb lekker mijn jas over me heen gedaan. Ik heb mijn sjaal over mijn knieën heen. Die is nou echt half afgevallen. Leuk. We zijn al bijna. We gaan best wel snel voorbij eigenlijk. We zijn in Parijs. Da 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 da. Hallo. Hallo. Heb je leven slapen? Jij. Zo, wij zijn aangekomen in Parijs. Wat is nou? Ik kwam een beetje te laat. Wij zijn aangekomen in Parijs en nu gaan we uitstappen. Oh, hallo. Ze is al helemaal aangekleed. We moeten echt eruit. En dan gaan we het op zwak zeggen, maar ik zie je zo. We moeten even opschieten. Ik moet even denken over Parijs. Maar dit zijn wel... Ja, dat zijn wel ook goed aan. Met het vliegtuig is... We zijn aangekomen in het hotel. We slapen in het New York Hotel op het Disney Park zelf. En ik zal even een roomtour geven. Dat vind ik super leuk om te doen. We hebben alle twee een eigen tweepersoonsbed. Hoe chill. En hier staat dan nog een broodje. En hier is ook heel erg leuk. Dit is echt die oortjes van Disney, zeg maar. En dan hebben we hier een kast. Hier is een minibar. Oh, die zit denk ik op slot of zo. Nou, daar kun je erbij. Hele leuke minibar. Hier heb je een tv. Oh, chill. Echt zo'n mini oud tv'tje. En dan heb je hier drinken. En dan heb je hier kasten. Maar ja, goed, dit gaan we toch allemaal niet gebruiken voor de ene nachtje dat we hier zitten. En dan hier, daar is de voordeur. En dit is de badkamer. Waar is het licht? Oh, kijk hier nou. Dit is de badkamer. En dan twee dingen. En een douche in een bad. Deze wil ik sowieso mee naar huis nemen. Dit is echt super cute. Van Disney. En een toilet. En dan kun je hier de deur dicht doen.
Top. Hier kun je bellen 112 en handdoeken. Maar ja, die bedden zijn natuurlijk wel moeilijk chill. En de kamer is fucking groot, dus dat is echt heel chill. We gaan nu al even onze spullen dumpen. Misschien heel veel een borstel door mijn haar heen halen. En dan gaan we park op. En heel veel lunchen, want we hebben ook een kaartje meegekregen dat we kunnen lunchen. En daar heb ik ook wel heel veel zin in. Ik heb wel honger. Wij gaan de park op. Zo, wij lopen op Disney Village. En we zijn op zoek naar een etent. Deze maand helemaal het Halloween thema. En dat is natuurlijk wel super tof. Maar wij komen voor de kerstpresentatie, wat natuurlijk nog veel toffer is. Maar we zijn eigenlijk even op zoek naar ergens waar we kunnen eten. En we hebben straks nog een parade en we gaan straks gezamenlijk dineren en zo. Binnen. En ik werd al meteen herkend door twee super lieve kijkers. Kijk dan. Oh, van die mini oortjes. Super schattig. Let's go, we moeten eten. Anouk en ik zijn dus net in de Finding Nemo geweest, of in ieder geval een attractie van de Finding Nemo op Walt Disney Studios. Maar we hadden alle twee echt geen idee. Normaal gesproken als je dan in attracties stapt, ja, dan weet je wel enigszins wat er gaat gebeuren, weet je wel. Toen dachten we ook van ja, die rij was 60 minuten van kom, we gaan wel Singride. Dus wij gingen alle twee alleen, dus we zaten ook echt apart. En ik zat naast een Franse vrouw, maar ik ging achteruit. En ik zit tegen die vrouw, ja, ik heb gewoon geen idee wat er gaat gebeuren in het Engels dan wel. Maar je gaat bij die attractie fucking snel ineens omhoog, maar ik achteruit. Dus ineens zag ik zo ik zag wel gelukkig LOL vooruit. Ja, ik zag de hele wereld zag ik gewoon zo omhoog gaan. Dus ik dacht, what the fuck, want Anouk zag het dus aankomen, maar ik niet. Maar echt, als je in Disney bent, aanrader. Je moet echt in deze attractie. Ja, tot nu toe de mooiste attractie, of de tofste in ieder geval, waar ik in heb gezeten. Als je heel jong bent, zou ik het wel afraden, want hij gaat wel heel erg hard. Maar hij is echt... Als je van de volgorde van de Efteling houdt, moet je hierin. Ja. Dat is echt heel erg gaaf. En daarna gaan we even nog lekker naar het hotel. Ons klaarmaken voor het diner. Ja.
Christmas! Hier maak je mij het allervrolijkst mee. Oh, kijk nou! Oh, die is vet cute! Wauw! Dit is echt de hemel gewoon. En wij staan in de lift, maar deze lift is zo leuk. Het is ook echt zo'n muziekje. Super gezellig. We hebben heel even wat winkeltjes gekeken. We gaan nu even omkleden. En morgen hebben we echt 2 uur dat we echt. Dank je. Morgen hebben we echt, dan kwam Anouk op het idee, dat was wel leuk. Morgen hebben we 2 uur voor de lunch. We hebben gezamenlijke lunch en dan kunnen we zeg maar niet echt, ja, je kunt wel in deze tijd kunnen we niet echt iets doen. Ja. Want we staan op, dan hebben we ontbijt en dan 2 uur niks en dan gaan we lunchen. Dan hebben we zoiets van, dan kunnen we maar beter even iets anders plannen. Ja, dus wij gaan morgen gaan we gewoon allemaal winkeltjes bekijken. Dan gaan we misschien wat leuks, Arno wil nog iets leuks kopen voor Sophie en ik wil sowieso nog wat kerstdingetjes kopen van Disney. Oh. We hebben ook vouchers gekregen, dat is wel echt heel erg lief. Ik mag echt voor 30 euro iets uitzoeken, dus leuk. Goed, we zijn nu weer in het hotel. Licht. Er is geen licht. Hier is een lampje. Hier is ook een lampje. Hallo? Hallo. En wij gaan ons even omkleden en klaarmaken voor het diner. Zo, ik heb me omgekleed. Ik zal even laten zien wat ik aan heb in de spiegel. Ik heb aan een jurkje. Mijn haar heb ik heel even een knotje gedaan. Ik moet alleen mijn lipstift nog even bijwerken. Ik weet niet of ik mijn haar zeg maar aan die kant doe. Of dat ik het gewoon zo ga doen. En ja, daar heb ik een jurkje aan. En dan heb ik deze schoen aan van Boohoo. En dit jurkje is van Moeswanten.nl. Maar ik doe nog wel fashion overheen aan. En mijn jas. Dus dit is mijn outfit. Dit is de outfit van Anouk. Maar Anouk is alleen nog bezig met haar. En dan zijn wij alweer bijna klaar. En dan kunnen we alweer richting het diner. En wat lag er net op ons bed? Deze oortjes. Nou wouden we die, of nee, ik wou eigenlijk deze vanavond opdoen. Doen we ze op of niet? Ik vind wel sowieso dat we hiermee een Polaroid foto moeten maken. Aan de ene kant is het wel leuk om die op te doen. Ik ben wel een beetje bang dat het een beetje hoofdpijn dingen zijn. Maar neem jij nu je tas mee? Dan kan deze daarin. Want ik vind een rugzak. Ja, we gaan even een Polaroid foto maken. Dus ik heb mijn Polaroid camera ook meegenomen. Oké, we zijn nu bij het restaurant en er wordt nu een of andere uitleg gedaan. Maar we zitten in het restaurant van Ratatouille en we gaan soms in een hele andere wereld in. We zijn namelijk, alles wordt groot en alsof we een rat zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit gaat zien. En we gaan hier lekker eten met z'n allen. Ik ben benieuwd. Als ik me niet echt een rat voel dan... Oh, jeetje! Maar dit zijn onze tafels. Zo hipster. Ik ga zo en het is echt mega druk hier. Hoi! Allemaal! Enthousiasme! Oh. En hierachter
En zometeen de place to be. Ik ben heel erg benieuwd. En ik ga het filmen. En we staan echt op een mega mooie plek. Het is hier dus heel rustig. Maar hier omheen is heel erg druk. Dat is wel heel erg gaaf. Dus ik hoop dat ik mooie beelden kan vastleggen. Maar het eten waar we net hebben gegeten bij het Ratatouille restaurant was in ieder geval echt super smakelijk. Dus heel erg veel zin in. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb hele hoge verwachtingen van deze show. Want iedereen is er zo positief over. Ik noem geen namen zijn met die woordjes en zo. Dus ik ben benieuwd. We gaan het meemaken. Ik heerlijk in bed in mijn hotelkamer. Het is inmiddels 11:30 geweest. We zijn daarna nog heel veel geweest shoppen. Ik heb hele leuke items gekocht. Ga ik jullie morgen of overmorgen laten zien als ik thuis ben. Want eentje daarvan zit namelijk in een doos. En die kan ik gewoon niet uitpakken omdat het anders gewoon niet veilig is. Want het heel erg breekbaar is. En ik ga nog iets ontzettend gaafs kopen. Maar dat ga ik morgen kopen. Dus ik ga jullie het nog laten zien als ik weer thuis ben in Nederland. Dat is of morgenavond. Maar ik verwacht eerder woensdag. Omdat ik morgenavond als ik thuis ben. Dan ga ik waarschijnlijk direct slapen. Het was in ieder geval echt een super leuke dag. Ik hoop echt dat jullie deze vlog leuk vonden. De eerste Disney vlog. Ik heb echt mega veel kijkers ontmoet in Disney. Daar verbaasde ik me echt nog over hoe vaak ik hier werd aangesproken om op de foto te gaan. En echt super leuk. Ik vond het echt heel erg verrassend. Echt heel erg leuk. Ik heb internet kunnen fixen. Dus ik heb gelukkig weer internet op mijn telefoon. Ik ga nu lekker slapen. En ik ga nog even douchen. Ik heb net over gedoucht. En nou gaan we lekker onder de wol. Morgen moeten we weer vroeg op voor het ontbijt. En daarna hebben we de kerstpresentatie waarvoor we hier zijn. En dan hebben we 's middags nog lunch. En even denken, volgens mij gaan we dan verder, gaan we gewoon nog een park op. En dan hebben we 's avonds nog een diner. Daarna gewoon weer richting huis met vliegtuig. Dus zo snel kan het ook alweer voorbij zijn. Maar het is nog even niet voorbij. Dus we gaan er morgen gewoon nog heerlijk van genieten. Ik ga bij deze vlog afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei! Een schatje.